Vanmorgen bij mijn eerste controleronde op de afdeling gingen kijken. En ik wilde eigenlijk voeren. En toen dacht ik, hé, ze ziet er anders uit dan gisteren. En helaas, ja, deed ze het niet meer. Jongen die vaak ongeslachtelijk geboren worden zijn niet altijd even sterk als de soort die normaal worden geboren. Dus we vonden het al heel bijzonder dat ze de afgelopen weken eigenlijk goed is gaan doen en dat ze ging eten. Maar ja, dus we weten niet precies wat de oorzaak is. Dat is heel lastig bij zo'n klein rogje ook om te bepalen. Onze dierenarts heeft vanmorgen wat materiaal afgenomen en we hopen dat het lukt om DNA-onderzoek te doen. Om in ieder geval te kunnen kijken of het ook ongeslachtelijke voortplanting was. Want de moeder is samen met een mannetje gekomen en toen waren het nog twee hele jonge dieren. En we denken dat ze niet gepaard hebben, maar ja, je weet het niet. Totdat je hopelijk de uitslag hebt en DNA-onderzoek kan doen.